kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast. Dit is de Andere Krant podcast. De podcast die jou het andere verhaal vertelt. En dat doen we al een aantal maanden hier bij de Andere Krant. Vandaag gaan we het hebben over Apeldoorn. Want in Apeldoorn hangen sinds november vorig jaar 500 witte kastjes met vijfde generatie communicatietechnologie. Het is een eerste aanzet om de Gelderse stad om te toveren tot Smart City. Dat is een project van de World Economic Forum. En deze week gaan we daarover verder praten met Ido Dijkstra. Ido, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ido, jij hebt deze week een artikel bij ons in de krant over Smart City Apeldoorn. Jij hebt ook een bezorgde burger gesproken, hè, in Apeldoorn. Jazeker, ik heb Petra Oldhoff gesproken. Zij woont in Zonnehoeven in Apeldoorn. En dat is volgens mij gewoon een leuke, vrolijke Nederlandse wijk. Maar in die wijk hangen dus sinds vorig jaar hangen daar ineens allemaal witte kastjes aan de lantaarnpalen. En deze mevrouw die heeft gewoon een simpele vraag gesteld. Ja, waarom eigenlijk en wat doet dat eigenlijk? Wat doet dat met mijn gezondheid? Hè? Want we weten allemaal wel dat die dingen signalen uitstralen. Is dat goed voor mij? En wat doet het met mijn privacy natuurlijk? Want ja, een kastje aan een lantaarnpaal bij je huis in een tijd van verregaande technologie. Wat is de bedoeling? Willen ze ons afluisteren, ons bekijken enzovoort? En dat zijn gewoon vragen die zij als bezorgde burger is gaan stellen. Zij is lang niet de enige, maar zij is wel een van die vertegenwoordigers die dan ook al een petitie zijn gestart. Omdat zij heeft aangeklopt bij Apeldoorn, de gemeente Apeldoorn, om antwoord op dit soort vragen te krijgen. En zij wordt eigenlijk van het witte kastje naar de muur gestuurd. Oké. Maar krijgen ze daar wel antwoorden dan? Want er worden dus vragen gesteld. Maar wat heeft ze reactie gekregen? Jawel, zeker wel. Maar typische politieke reacties van mevrouw, u hoeft zich geen zorgen te maken. En het deel wat echt inhoudelijk is, zegt de gemeente de privacy en veiligheid, dat is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de kastjes heeft geïnstalleerd of ontwikkeld. En dat is Radiolab. Dus zij is gewoon in eerste instantie naar Oostenrijk verwezen voor haar vragen. Oké, dus als je in Apeldoorn woont en je hebt vragen, dan moet je naar Oostenrijk bellen. Ja, zoiets, maar dat bleek ook nog wat ingewikkelder te zijn. Want die mevrouw vond dat natuurlijk raar, maar die had wel zoiets van ik ga dat toch doen. Dus die is gewoon op de website van Radiolab gaan kijken, net als wij overigens inmiddels. Ja. En dat is een keurige website hoor, ziet er mooi uit verder. Maar er staan iets van 7 telefoonnummers. En al die telefoonnummers, of alle, laat ik zeggen, ik heb er 4 van de 7 geprobeerd. En die liepen allemaal dood. Je krijgt gewoon geen gehoor. Veelal zijn het dezelfde personen die dan een ander deelgebied van het bedrijf ook vertegenwoordigen. Dus manager sales is ook manager buitendienst of iets in die richting. Maar Maar Radiolab, daar gaan we het zo nog even over hebben, Ido. Want dat is ook een apart verhaal. Maar dat is wel interessant. Misschien is het wel even goed voor de mensen die dat nog niet weten. Wat is een smart city? En dat is wel grappig. Want de wethouder die daarbij betrokken is in Apeldoorn, dat is Wim Willems. En die heeft daar het volgende over te zeggen. De technologische ontwikkelingen gaan ongelooflijk snel. We zijn er dagelijks van afhankelijk. Het is voor internetbankieren, inchecken voor de trein, zorgrobots, snel internet, digitale betalingen en ga zo maar door. Een scala aan mogelijkheden die de toekomst vormen voor een slimme stad. Die slimme stad zijn we verder mee bezig, zijn we aan het ontwikkelen. Ook in het kader van 5G om een groot communicatienetwerk aan te leggen hier in het Apeldoornse. Smart City kent natuurlijk ook hele andere kanten. Maar hoe gaan we om met straling? Hoe gaan we om met onze privacy, met security? En wat kunnen we daaraan doen? Straatbeeld, alles is van invloed en daar moeten we ook bij stilstaan. We zijn geen makkerschapen en we willen ook niet overal achteraan lopen. We willen graag de regie voeren, maar hoe?
Ik vind het veel te belangrijk om alleen aan deskundigen over te laten. Ook uw mening is van een wezenlijk belang bij dit onderwerp. Ja, dat was wethouder Wim Willems. Die eigenlijk ook aangeeft dat ze toch best wel transparant zijn van de gemeente Apeldoorn. Nu ben jij en ook andere collega's, Ido, van Andere Krant, ben je een Oostenrijks bedrijf op het spoor gekomen. Dat is Radiolet. Kun je daar iets meer over vertellen? Want je was net al een beetje op dreef. Maar wat, kun je er iets meer over vertellen wat dat voor een bedrijf is? Nou, Radiolet is een klein bedrijf dat ongeveer 8 mensen in dienst heeft. En dat bedrijf heeft dus al die... die heeft de technologie ontwikkeld. Andreas Strasser is de directeur. Die heeft dat bedacht. En het is een technologie die ervoor zorgt dat die kastjes die aan de muren of aan de lantaarnpalen hangen, dat die goed met elkaar verbonden wordt. En ze zeggen dus eigenlijk, we hebben normale mastdekking wel, maar dit is een veel beter systeem. Dus waar wij nog wel eens hebben, je loopt een groot gebouw binnen en je probeert iemand te bellen en je hebt geen bereik of slecht bereik. Dat kan door deze kastjes opgelost worden en dan door de hele stad heen. Dus het is gewoon een vele betere dekking. Nou, dat bedrijf, Radiolet, heeft dat dus al opgehangen. Alleen het blijkt dus, als je goed gaat onderzoeken, je denkt je hebt te maken met een supergroot bedrijf, want ze steken 18 miljoen euro in Apeldoorn. Dat betalen ze zelf om het op te hangen. Maar als je echt gaat zoeken, dan krijg je dus ten eerste krijg je niemand aan de lijn. 4 nummers geprobeerd, lopen allemaal dood. Hmm. Dat heeft die mevrouw Oldhoff, waar ik het over heb gesproken, heeft dat ook geprobeerd. Krijgt ook heel moeilijk contact. Nou, uiteindelijk hebben wij e-mailadres gevonden van het sales, dus die heel moeilijk zoeken hoor, trouwens. Dus moet in die zin niet overdrijven. Mail gestuurd naar de head of sales, dat is meneer Engelbrecht. En die heeft met die Petra Oldhoff, was het contact nog vrij moeizaam. Hij heeft wel gereageerd, maar stelde allerlei vragen voordat hij überhaupt tot de inhoud wilde komen. Bij ons ging het iets makkelijker. Ik had hem een paar uur later belde hij mij. En toen heb ik uitgebreid met hem gesproken. En ik moet zeggen, hij was ontzettend vriendelijk. Het is wel een salesman, dus goede gladde babbel. Maar ja, dat hebben sommige journalisten ook, dus dat hoeft allemaal niks te zeggen. Kom je daar nou bij? Sommige journalisten, zei ik. Ik geef mezelf even niet toe. Maar goed, het was een goed gesprek. Hij wilde overal wel antwoord op geven. Maar toch bleven er nog heel veel vragen open. Ik heb bijvoorbeeld alleen al gevraagd van hoe kan het nou dat zo'n groot bedrijf dat 18 miljoen pond in Apeldoorn, dat niet gewoon een telefoonnummer op de website heeft staan dat werkt. Ja, toen zei hij, ja goed, we zijn eigenlijk maar een klein bedrijf en we liggen achter op schema door de hele toestand en ook door de coronacrisis en weet ik veel wat er meer allemaal speelt. Maar ja, dat is natuurlijk al vreemd, hè? Als je denkt van, groot project, Smart City, onderdeel van World Economic Forum, waar we nog op terugkomen. Mm-hmm. Het rammelt allemaal een beetje. Ja, maar wat ik me ook afvraag, Ido, want ze hebben dus geïnvesteerd in die technologie, heel specifiek in de gemeente Apeldoorn. Maar hoe zijn ze nou van plan dan om daar weer winst uit te halen dan? Hoe gaan ze het terugverdienen? Ja, dat hebben wij ook gevraagd. Het antwoord wat wij hebben gehoord is dat zij... zij zijn geen telecombedrijf zoals Ziggo of KPN, maar een infrastructuurbedrijf. En zij leveren dus een hele geavanceerde infrastructuur die dus een topdekking kan bieden aan grote bedrijven als Apple, ParkMobile, bedenk Google, de grote spelers van deze wereld. En die willen ze dat gaan bieden. En die moeten dan zorgen dat er groot geld in het laadje komt. Dus in eerste instantie hebben zij dus gezegd, wij betalen dat er al die kastjes aan de muur komt. Daar hoeft Apeldoorn ook niet in mee te doen. Dat is blijkbaar voor Apeldoorn de reden geweest om te zeggen van, oké, dat doen we wel, want het risico ligt volledig bij die partij, Radiolet dus. Mm-hmm. Maar het hele vreemde aan het Radiolet is dat het
allemaal een beetje rammelt. Kijk, overal staat in de pers bijvoorbeeld Oostenrijks bedrijf. Hebben wij ook wel geschreven. Dat komt omdat je, als je op de website uitkomt, dan zie je ook dat een deel gevestigd is in Oostenrijk. Die Strasser heb je. Maar als je dus gaat vragen aan die Engelbrecht, waar zitten jullie nou eigenlijk? En dat staat trouwens ook op de website. Dan blijkt het weer Liechtenstein te zijn. Liechtenstein? Dus, ja, Liechtenstein. Dus deze meneer Engelbrecht zegt ook, we zijn van oorsprong een Oostenrijks bedrijf, maar we hebben inmiddels ons hoofdkantoor van de internationale holding in Liechtenstein zitten. Interessant, interessant. Ik kom zo bij jou terug, Ido, want ik ga even schakelen met journalist Paul de Bruin. Want naast de andere krant zijn er ook andere journalisten die goed werk verrichten. En Paul de Bruin is de man achter de website Enerzijds Anderzijds. En heeft zich de laatste tijd aardig verdiept in de situatie Smart City Apeldoorn. Paul, wat fijn dat je even mogen bellen. Ja, wat dag nieuws. Ja, je hebt een WOP-verzoek ingediend om meer informatie naar boven te krijgen. Aangaande Radiolet. En dus zag ik op jouw website 14 vaststellingen die eruit zijn gekomen op jouw site. Nou, je hoeft het niet allemaal te noemen, want dat is een beetje veel, maar wat zijn de drie meest opvallende die je hebt kunnen vaststellen? Ja, de belangrijkste zijn wel dat we eigenlijk spreken over een beschikbaarheidsstellingsovereenkomst. Dat zo heet het ook. Waarbij eigenlijk de gemeente zegt van nou, weet je, we hebben er niet zoveel mee te maken, maar we hebben lantaarnpalen, dat is onze infrastructuur. En ja, dan mag je gewoon gebruik maken. En voor de verdere rest bemoeien we ons nergens mee. Dat is de allerbelangrijkste conclusie die je uit die overeenkomst kunt trekken. Dat is zeg maar ook het karakter van die overeenkomst. Oké. En dat betekent ook dat de gemeente daar verder afstand heeft genomen van regie en van verantwoordelijkheid. Nou, dat vind ik nogal wat eigenlijk. Ja, laat ik zo zeggen, het is een nieuw terrein. Hè? We kennen natuurlijk kabels in de grond, waarbij een gemeente de grond beschikbaar moet stellen aan een kabelbedrijf dat daar faciliteiten in de grond wil brengen. Ze moeten wel een klikmelding doen, of er misschien riolering is, straks stuk getrokken kan worden bij graafwerkzaamheden. Maar dat is verder gereguleerd en heeft de gemeente ook geen zeggenschap verder over wat er door die kabel gaat. Dan heb je het tweede segment, dat is natuurlijk de radiografische verbindingen die door de telecombedrijven met 4- en 5G-masten gedaan. Daar heeft de gemeente alleen zeggenschap over welke locaties er gedaan worden. En voor de verdere rest wordt er verwezen naar landelijke richtlijnen ten aanzien van stralingsniveaus. Ja, en dit is eigenlijk een soort derde segment. En ik merk aan vragen die ik aan de instanties stel dat ze er ook niet zoveel raad mee weten. Dit is wifi. Met andere woorden, het systeem is dat je drie grote centrale zenders krijgt die al die kleine kastjes aansturen. En die kleine kastjes die verspreiden dan weer een wifi-signaal. Ja, en dat is volgens de wetgeving gewoon vrij. Met andere woorden, ja, wat moet je daar precies mee? Daar is gewoon weinig regelgeving over. Dus die gemeente heeft ook gedacht, ja, gebruik de lantaarnpalen maar. Wij weten het verder ook niet. Dat is een beetje de situatie. Oké. En wat is nog meer jou opgevallen? Nou, meer opgevallen is dat dus daarmee eigenlijk dat democratische proces niet inhoud kan worden gegeven. Dus als de gemeente zegt, ja, we hebben daar geen zeggenschap over, of we nemen daar ook geen zeggenschap over. En we voelen daar ons ook niet verantwoordelijk voor als daar iets aan klachten ontstaat. Dat betekent dat dat democratische proces ook op dit punt natuurlijk niet zo heel veel voorstelt. En dan kun je twee dingen doen als gemeente. Je kunt zeggen, nou ja, het is nou eenmaal zo, we hebben er geen zeggenschap over en we nemen het ook niet. Maar de andere kant, en dat is het vreemde eraan, sluit de gemeente wel een overeenkomst. En dat suggereert dat je toch wel invloed hebt, anders hoef je ook je handtekening niet te zetten. Dus daar zit een beetje onontgonnen gebied, eerlijk gezegd. Volgens mij is dit ook de eerste stad die met draadloos wifi aan de gang gaat. Oké. Jeetje, en wat kunnen de inwoners van Apeldoorn hier nog iets aan doen of iets inbrengen? Want ik kan me voorstellen als je in Apeldoorn woont dat je niet zo blij mee bent. Nee, nou ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen. Kijk, het kan heel simpel zijn. Gewoon, er hangen een paar wifi-kastjes en verder helemaal niks. Maar dan vraag je je af, waarom wordt het dan gedaan? Want mensen hebben allemaal al wifi in huis.
Maar er zal natuurlijk uiteindelijk ook iets mee moeten worden verdiend. Dus er zal uiteindelijk ook toepassingen op dat systeem worden toegelaten. Ik denk dat de Apeldoornse bevolking natuurlijk via de politiek wel degelijk invloed kan uitoefenen. En gewoon zeggen, ja, maar waarom is dit contract gesloten als we dan toch geen invloed hebben? Dus het is 2-1. Of de gemeente Apeldoorn heeft helemaal geen contract gesloten, want ze heeft er niks mee te maken. Maar ze heeft wel een contract gesloten en dan heeft ze er wel wat mee te maken. En dan vind ik ook dat ze dan ook invloed moet nemen. En daar is de gemeenteraad natuurlijk aan zet om daar de wethouder nog eens over te bevragen. Van ja, waarom heb je eigenlijk alles weggetekend? Ja, ik begrijp ook dat er een petitie is gestart, hè? Ja, er is een petitie gestart en ik ben heel benieuwd welke invloed dat gaat uitoefenen op de gemeenteraad. Zeker omdat er natuurlijk al stappen zijn gezet. Sterker nog, er hangen al de nodige witte kastjes. Dus als dat nog moet worden teruggedraaid, krijg je allerlei schadeproblematieken weer. Dus dat is nog niet zo makkelijk. En aan de andere kant ligt er ook nog een punt waar de gemeenteraad, vind ik, toch wel meer nadruk op moet leggen. Is van hoe het contact tot stand is gekomen tussen het Oostenrijkse Radiolet en Apeldoorn. Ja, ja, ik vind het ook een hele interessante connectie. Ja, kijk, het kan ook heel je moet ook niet meteen wat achterzoeken, maar het kan ook heel plat zijn dat op een beurs mensen elkaar tegenkomen en Apeldoorn te horen krijgt dat er een aanbieder is uit Oostenrijk die state-of-the-art internet kan aanbieden en dat ze daarmee meteen smart city nummer 1 worden. Ja, daar vallen veel wethouders natuurlijk voor dat soort praatjes. En ja, dan kan het misschien zo heel makkelijk tot stand zijn gekomen. Zo van, ja, doe maar. Het kan gewoon ook een stuk naïviteit zijn. En ook, wat de gemeente ook zelf toegeeft, een gebrek aan kennis op dit hoogtechnische terrein. Oké, Paul, wat is jouw voorlopige conclusie nu je dit allemaal zo weet? Nou, je kunt nog niet zeggen dat er alles mis is en dat er groot gevaar dreigt. Maar ik vind wel dat de gemeente toch even iets meer bloot moet geven over hoe het allemaal tot stand is gekomen. En wat ze hier nou precies mee willen bereiken. Oké, dank voor je informatie en we houden contact erover. Oké, prima. Dag Niels. Hoi, hoi. Oké, ja, we hebben net Paul gehoord. Er blijven nog veel vragen over volgens Paul. Hoe liggen die lijntjes met het World Economic Forum eigenlijk, Ido? Ja, dat is ook wel bijzonder. Het World Economic Forum heeft Apeldoorn aangewezen als een van de smart cities. Apeldoorn zelf communiceert daar eigenlijk niet over. Als je op de website bijvoorbeeld een zoekopdracht invoert met WEF of World Economic Forum, dan krijg je 0 hits. Maar we weten inmiddels allemaal, en dat geven ze ook gewoon toe in Apeldoorn als je ernaar vraagt, dat het World Economic Forum de initiator is van het project in Apeldoorn. Mm-hmm. Nou is het zo dat Radiolab heeft Apeldoorn zelf benaderd een paar jaar geleden op een congres, omdat zij hadden gehoord dat Apeldoorn de ambities heeft om, of had toen, inmiddels is het dat, om Smart City te worden. Maar zegt, ik vroeg dus aan die Engelbrecht van, hoe zit dat dan? Zijn jullie door meneer Klaus Schwab, hoofd van het World Economic Forum, naar voren geschoven? Zei hij, nee, dat één ding wil ik keihard ontkennen, is dat wij enige band hebben met het World Economic Forum. Nog nooit contact gehad met wie dan ook van die partijen. En dat komt mij redelijk legitiem over, hoor, want we hebben een beetje besproken dat het een bedrijf is waar je een hoop vraagtekens bij kan stellen. En ik kan me ook niet voorstellen dat het World Economic Forum, dat een wereldwijde grote partij is, met dan een heel klein bedrijfje naar voren schuift, waar, nou ja, op zijn minst gezegd nogal wat aan rammelt. Bijvoorbeeld dat Liechtenstein verhaal. Hè? Ze zitten met een hoofdkantoor in Liechtenstein. Maar wat ik zo tussen de regels door wel hoor, is dat het min of meer brievenbusfirma is. En in dat Liechtenstein, hè, daar zijn ze weer gelinkt aan LNG Lighthouse. Dat is een trustkantoor. En dat trustkantoor komt weer voor in de Panama Papers. En de Panama Papers heeft heel veel blootgelegd als het gaat om witwaspraktijken. Ah, ja. Oké, nou, nu wordt het wel heel schimmig, hoor, Ido. Ja, weet ik. En, maar dat is het ook. Het enige wat dan niet schimmig is, en die credits moeten we misschien geven, of misschien is het gewoon naar voren geschoven. Pion, dat is die Gregory Engelbrecht. Als jij hem
een mailtje stuurt en je stelt die vragen. En zeker als pers zijnde, dan belt hij je en dan staat hij keurig erop. Ik stel voor dat de mensen de krant maar moeten lezen. Willen ze meer informatie over dit bijzondere onderwerp? Deze week te lezen op pagina 3 van de andere krant. En Ido, dank voor je tijd. Graag gedaan. Ik lees mijn eigen krant, de andere krant. Ik ga verder met initiatiefnemer Sander Compagner van de andere krant. Sander, hoe is het met je? Gaat goed, Niels. Het is weer gelukt, krant nummer 18 of 17, denk ik. Oh, wauw. Ja, de teller raakt een beetje kwijt, maar gaat goed. Het is weer gelukt en trots op het resultaat. Ja, dat is ook elke week weer een operatie volgens mij, hè? Ja, ik heb het al eens vaker gezegd hier. Hè. We worden er beter en beter in. En ik heb ook in mijn column deze week geschreven dat het ons steeds makkelijker afgaat. Ja, dus... ja, daar komen we zo meteen nog op. Want we nemen even met z'n tweeën even de krant door, wat erin staat. En laten we even beginnen met de voorpagina. Ja, twee artikelen. En het hoofdartikel dat gaat over het asymptomatisch testen. Afgelopen week is naar buiten gekomen uit WOP-onderzoeken... dat er al heel lang bekend was. En dan gaat echt mei 2020, het begin van de pandemie... Ja. De zogenaamde pandemie... was er al bekend dat asymptomatische besmettingen een broodje aap zijn. En het hele beleid is toch daarop gebaseerd. Hè, dat mensen, ook wanneer ze geen klachten hebben... dus geen symptomen hebben, thuis moeten blijven... in quarantaine moeten blijven... mondkapjes moeten dragen. Dat is allemaal gebaseerd op het gegeven dat er asymptomatische besmettingen plaats zouden vinden. Ja. Nou ja, nu blijkt dus dat al in 2020 het RIVM aan de politiek heeft meegedeeld dat er geen sprake van is. En willens en wetens is dat verzwegen en zijn toch al die maatregelen in stand gehouden tot de dag van vandaag. En we hebben ook Jeroen Polsen, die rechtszaak heeft gevoerd rondom alle maatregelen, gevraagd. Ja, en die zegt van, we zijn voorgelogen ook in de rechtszaal. Want zij hebben hierom gevraagd, hè, is er data, is er informatie beschikbaar over dit thema? Altijd ontkend. En dat blijkt nu toch het geval te zijn. Dus ja, we zijn voorgelogen. En wat heel veel mensen eigenlijk al heel lang wel weten, is nu ook officieel duidelijk geworden. Dat de regering op valse basis al die maatregelen over ons heeft uitgestort. Ja, je zou toch verwachten dat, dat dit wel bij de andere media ook nu bombshell moet zijn? Nee, dat verwacht ik niet. Het zou mooi wezen, maar voor die media geldt natuurlijk hetzelfde. Hè? Want dit is eigenlijk een heel logisch gegeven. Met andere virussen is er ook geen basis, sprake van asymptomatische besmettingen. Ja. En dit is te verhaalwijzigend of zo. Ja. Voor de andere media, denk ik. Maar we zullen het meemaken. Ja, dan maak je een hele rare ommezwaai als je dat er opeens zo gaat zien. Hè? Ja, dat kan precies. Natuurlijk niet. Nou, wie weet. Het zou goed zijn. Ja precies. Oké, nou, dat is dus dat is wel interessant om te lezen. De regering wist, coronabeleid mist wetenschappelijke basis. En wat hebben we verder nog wat we even moeten behandelen? Nou, we hebben twee artikelen over 5G. Het tweede katern opent met een wat langer artikel en een onderzoek wat naar buiten is gekomen dat het ook voor dieren, hè, groot tot klein, ook in lage stralingsdosissen al heel gevaarlijk is. Pagina 3 gaat weer over is er voortbordurend op vorige week. Dat gaat over Apeldoorn en de Smart City die daar uitgerold wordt. Ook natuurlijk een 5G-dossier. En we zijn nu meer gedoken in... Maar daar is net, daar heeft Ido denk ik een en ander over verteld. Ja, klopt. We hebben Ad Broeren die uitlegt waarom hij Bitcoin misschien toch wel een goed alternatief vindt voor het reguliere geldsysteem. En Ad heeft een beetje dezelfde positie als die ik ook wel voel en die heel veel mensen voelen. Toch een beetje sceptisch, hè, van... Kan zo'n bitcoin echt gaan werken? En het leuke van dat verhaal is dat ik merk dat Ad best een beetje overtuigd geworden is dat het zou kunnen door het verhaal wat hij weer gehoord heeft. Oh, okay. Dus ik denk juist voor mensen die bitcoin niet goed snappen, is dit een heel goed artikel om wat meer inzicht te krijgen. Wat is dat? Nou, dat is wel interessant. Ad is natuurlijk wel een kritische econoom. Dus als hij dan overtuigd raakt, dan moet je wel goed van goede huizen komen. Ja, en of hij sneller overtuigd geraakt is, weet ik niet. En er zitten best haken en ogen, maar ik denk dat het heel inzichtgevend is. Juist op een wat lastig thema. Ja, verder, wat hebben we voor de meer nog in de krant? We hebben een heel mooi interview met Mike Verest.
We hebben deel 2 van het interview met James Corbett. Nou ja, dat is natuurlijk een eenmansleger, informatieleger dan, hè, die zoveel kennis deelt. En het interview met James Corbett staat ook op YouTube nu. Dat is met Else van Hamelen, hè? Ja, Else van Hamelen heeft een uur lang interview met James Corbett gehouden, wat nu als een registratie op onze YouTube-pagina staat. En dit is deel 2 van het uitgeschreven interview. Dus dat is heel interessant. We hebben een kerkgenootschap, de Tempel van Geen Idee. Oeh, dus, goeie naam alvast. Nou ja, ten tijde van de lockdown hebben veel mensen zich gerealiseerd dat wil je blijven kunnen samenkomen, dan is het onder het doen als zijnde een kerk. Ja. Ja. Religieuze instelling. Ja. Precies. Ja. En de Tempel van Geen Idee, nou, dat is al een fantastische titel natuurlijk. Dus ja, en een goed interview met Marijn Poels, wat ik heel erg kan aanraden. Marijn Poels die is bekend van verschillende documentaires. Hè? The Uncertainty Has Settled. Hij is ooit eens vanuit zijn eigen verbazing het klimaatverhaal gaan onderzoeken. En van de ene verbazing in de andere gevallen. En daarna vooral ontdekt wat gebeurt er nu als je kritisch, maar misschien gewoon onbevooroordeeld, kijkt naar de klimaatwetenschap. En nou ja, hij legt uit hoe schadelijk windmolens zijn en hoe het hele huidige klimaatpolitiek eigenlijk failliet is voordat het begonnen is. En okay. Nou, volgens mij van Claire van den Berg weer dat interview. En erg goed. Interview met Cees Hamelink hebben we ook nog van Ab Gietelink. Okay. Dus ja, genoeg te lezen. Ja, ik zie hier ook mijn universiteit is Big Brother geworden. Dat is van Twan Rongen. Dat ziet ook wel interessant uit, want de universiteiten die nemen natuurlijk ook wel een bijzondere positie in de laatste jaren. Ja, het gaat over de zogenaamde cancelculturen die ook op universiteiten heerst. Maar dan blijkt als je daar een artikel over wil maken dat mensen liever niet meewerken. Ah. Omdat ze bang zijn voor diezelfde cancelcultuur. Zet daar nou komen. Ja, dus er blijkt iets kloppend. Maar nee, ja, ook een interessant en een hele leuke column, Het Tientje. Maar die moet iedereen maar zelf gaan lezen. Okay, want daar heb je een verwezen, want ik heb jouw column ook gelezen, want die staat ernaast. Dat is de andere krant Wordt Volwassen. En daar staat ook bij, wij gaan nooit meer stoppen. Dus ik vond het wel mooi dat je dat geschreven hebt. Want dat is ja, voor het andere geluid wel een hoopgevende boodschap wat je daar schrijft. Maar kun je eens even kort toelichten wat je met die column eigenlijk wil? Wat wil je nou eigenlijk vertellen? Nou, het voelde de afgelopen periode zo, dat we een nieuwe fase ingaan. Hè. Ik beschrijf ook, we zijn ooit met z'n drieën begonnen. En ondertussen, kijk naar het colofon, hè. Er werken 20, 30 mensen mee. De organisatie groeit. We hebben onwijs een mooie sociale media bereik. We hebben allerlei logistieke processen lopen tegenwoordig natuurlijk. We hebben ons YouTube-kanaal. Er gebeurt van alles. En ik merk de laatste tijd dat het steeds meer in een echte bedrijfsorganisatie. En dat is heel goed. Hè, dat, het, dat de processen geborgd zijn. En dat we iedereen weet van elkaar wat hij aan het doen is de hele tijd. Dus dat voelde een beetje zo. Van ja. Hey, de spielerij is voorbij. We worden volwassen. En tegelijkertijd voelt het ook nog steeds alsof we gewoon een soort jonge honden start-up zijn. Of? Ja, maar het moet voor jou ook wel gek zijn. Want de andere kant is in 2018 begonnen. Ongeveer. En dat was natuurlijk ook een heel mooi project. En nu wordt het echt een business. En terwijl je eigenlijk met heel veel mensen samenwerkt die je ook gewoon goed kent. Nou ja, ik ervaar het samenwerken met alle collega's. Maar ik heb ook de zaakjes vrienden erachter gezet. Ja, het voelt alsof we gewoon met een vriendenclub die krant aan het maken zijn. En wat ik ook merk, maar dat merk ik heel erg in de parallele samenleving, is vind ik een klote woord, hè. Maar in alle nieuwe initiatieven die ontstaan zijn, is dat mensen met een hele intrinsieke motivatie en met een gezamenlijk doel aan het werk zijn. Nou, iedereen weet van die kant willen we op. En iedereen kan erin zijn eigen rol spelen. En die manier van samenwerken, die ik nu bij de krant al een hele tijd ervaar, ja, die is heel anders dan hoe ik het vroeger in het bedrijfsleven gewend was, of hoe ik het op andere plekken gewend was. En wat je kan bereiken met een klein clubje mensen, want we doen het met een hele kleine club mensen, het colofon is lang. Als je kijkt van wie nog steeds die krant aan het maken is iedere week. Karel Beckman, die heeft vroeger op de redactie van het Financieel Dagblad gezeten. Ja. En die kan wel eens om zich heen kijken en zeggen, ja, dat is ongelooflijk. Want daar, zij kwamen iedere dag. Hè, dus
ook weer natuurlijk logisch dat ze meer mensen hadden. Ja. Maar de aantallen mensen waarmee zij dat doen en het kleine clubje waarmee wij het toch iedere week maar weer van elkaar krijgen. Wat is nou het grote verschil dan met een zakelijk bedrijf waar jij vroeger ook in gezeten hebt en wat je nu met de andere klant doet? Nou, iedereen wil hier meewerken. En we hebben een aantal kernwaardes benoemd. Hè? De integriteit, verbinding, kwaliteit. En die zijn voor iedereen heel belangrijk. En iedereen is dus ook daar automatisch al bijna op aanspreekbaar. Mocht het nodig zijn. Dus, maar ik denk het verschil is dat iedereen heel graag wil dat het een succes wordt. Iedereen vindt het mooi om geschiedenis te schrijven samen. En bij een bedrijf werken toch heel veel mensen logisch van, nou ja, paycheck, hè, van salaris tot salaris, ja, ja. Met een, op een hele andere basis. Precies, precies. Gaaf, man. Mooie stappen maakt de andere krant. En ik moet ook zeggen dat hij er steeds beter uitkomt te zien, steeds professioneler. En het is binnen geoliede machine aan het worden, volgens mij. Nou, langzaamaan wel. En wat ik ook nog heb willen zeggen, want wij hebben dus vanaf het begin gesteld, we zijn een professionele organisatie. We zijn nog geen rijke organisatie, dus we zijn bescheiden in de beloningen die we kunnen geven. Maar iedereen die met ons werkt, die wordt wel degelijk beloond. En dat kunnen wij alleen financieren vanwege uiteindelijk abonnementen. Dat is toch de hele pijler waar de operatie op draait. En ook nog een oproep aan iedereen die het van belang vindt dat die andere krant nooit meer gaat stoppen. We gaan nooit meer stoppen. Van word abonnee. Precies, je wordt abonnee. Abonnee op het kanaal. We hebben YouTube, we hebben Spotify, iTunes, Apple. Dus we zitten eigenlijk praktisch overal. En koop de krant. En koop de krant inderdaad. Sander, dankjewel. Jij bedankt en tot de volgende keer. Yes. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.